Hoe is de voorbereiding verlopen? De voorbereiding van TK is vlot verlopen. We hebben verschillende wedstrijden gedaan, bijvoorbeeld in Canada en in Griekenland, als voorbereiding op het TK. Die zijn toch goed verlopen. Met welk resultaat zal je tevreden zijn op dit Europees kampioenschap? Het is moeilijk in te schatten hoe mijn resultaten gaan zijn, want het is het eerste Europees kampioenschap dat ik meedoe. Maar ik ben al blij dat ik aan het Europees kampioenschap kan deelnemen. Is het een voordeel voor de ploeg om hier in België te kunnen turnen, in Brussel? Het is een voordeel dat hier in Brussel is, want er kunnen veel mensen komen kijken, bijvoorbeeld vrienden of familieleden die mij nog niet zoveel aan het werk hebben gezien. En het zet misschien ook de mensen aan om hun kinderen aan turnen te laten doen. Kan je school goed combineren eigenlijk met turnen? Ja, school is combineerbaar met turnen. Ik zit op een topsportschool in Gent. Nu zijn we wel enkele weken afwezig als voorbereiding van het Europees kampioenschap. Maar na het Europees kampioenschap zullen we wel geholpen worden op school. En moet ik extra mijn best doen. Fantastisch. Laura, je bent super bedankt voor dat interview. Ja.